Kijk, dan heb je de politiehelikopter, die komt even. Die komt straks hier ook naartoe, maar die moet nog even wachten. En die komt gewoon op bezoek hoor, dus ik weet niet wanneer, maar... Wow. Kijk eens. Ik bedoel maar. Ik ruik de geur van helikopters. Prachtig mooi, hè? Keurig mooi te zien, de EC135, een toestel van de Airbus, wordt ingezet. Wordt dat toestel is ook uitgerust met infraroodcamera's, camera's en infrarood. Daarmee kan het toestel in worden gezet in de nachtelijke uren. Om dan met die infraroodcamera kunnen ze auto's, kunnen ze hitteobjecten zien. Dus ze kunnen zien of... Loszittende steentjes, ja misschien even andersom zetten, ja. Petjes. We wachten het even af.
Ja, en zo doe je dat. Even een meter op 40, 50 verplaatsen. Motor opstarten, een metertje de hoogte in. En dan zet je hem neer. Het is toch wel heel leuk dat ze dat doen. Dat we nu even dichterbij kunnen komen. En dichterbij, ik bedoel, wie ziet nou een politiehelikopter zo dichtbij? Niet onmiddellijk allemaal je hand opsteken. Ik bedoel, de kans dat je zo dichtbij een helikopter komt, dat betekent dat er of iets niet goed gegaan is in je leven. Toch? Maar ja, dit is toch wel een prachtig mooi gezicht. En ik heb vanochtend al een beetje uitgelegd, die hele beroemde staartrotor die aan de achterkant zit. Die zorgt ervoor dat als de wieken draaien, dat dus de helikopter niet om zijn as gaat draaien. En, maar we zien dat bij de Alouette bijvoorbeeld, dan zie je dus gewoon een soort 90 graden staat dat. Een aantal van die propellerbladen. En hier zie je dat het anders is uitgevoerd. Hier zie je dus eigenlijk dat de rotorbladen inwendig zitten. Dat komt omdat deze rotorbladen worden aangedreven door een soort perslucht. Lucht die uit de motor komt. En dat zorgt ervoor dat je motor een veel beter vermogen kan leveren. Je kan harder vliegen, je kan langer vliegen, hij verbruikt minder. En het toestel is minder zijwindgevoelig. Daar gas op gezet. Dus denk op die downwash, hou de kinderen in de gaten, uw toestellen, uw haar, uw petjes. Succes! En de collision lights. Ik weet nog niet of ik te horen ben, maar als je goed kijkt, zit u straks de hoek van de rode bladen zit u veranderen. Moet u maar eens heel goed opletten. Heel goed zien.